Hoi allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video van Love to Workout. En ik sta hier bij BBB Health Boutique in Laren. Wat het is, dat zie je in deze video. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Je hebt een proefles geboekt bij BBB. Klopt. En dat houdt in dat wij ongeveer 40 minuutjes onderweg zijn. 10 minuten, 5 à 10 minuten zal ik even allerlei zaken met jou doornemen. Onder andere wat drink jou hier. Daarnaast pakken wij meteen een stukje voeding in dat gesprek mee en leefstijl. Lifestyle coaching en food coaching doen wij geregeld met onze leden. Het heeft eigenlijk te maken met dat het sporten of het bewegen in de cabine op zich vaak niet het doel bereikt wat men wil bereiken, maar juist de combinatie met voeding en hoe zit je in je vel of ervaar je stress of slaapproblemen, dat zijn allemaal onderwerpen waarmee wij kunnen aan de slag kunnen om te coachen, om iemand eigenlijk de beste vorm van zichzelf te laten zijn. Dan gaan we 20 minuten de cabine in, dan kan je het goed ervaren om in 50 graden te sporten, want dat is het, het wordt dus 50 graden. Pittig, ja. Ga je ook ervaren dat daardoor je spierverzuring wat sneller plaatsvindt? Dus schrik daar niet van, dat is eigenlijk heel logisch. Want je lijf moet ontzettend aan de slag om op die 37 graden te blijven. Ja. Warmte heeft zoveel impact op je lijf, in een positieve zin. Je gaat ook waarschijnlijk merken op een gegeven moment dat je huid verbetert. Maar ook je afvalstoffen zullen iets sneller gaan. Even voor je beeldvorming, we hebben hier meerdere programma's. We hebben zo'n 300 oefeningen ontwikkeld om in die cabine te doen. Dus je kan kiezen wat je wil. Die zijn samengesteld in een aantal programma's. En eigenlijk per persoon afhankelijk van de doelen, maar ook eigenlijk een beetje wat voor type je bent. Je kan eigenlijk in de cabine van allerlei lessen volgen. En daarnaast in de zaal kiezen we er vaak nog voor om aanvullend yogalessen aan te bieden, pilates, en hier in het Gooi doen we ook kickboxen voor dames. Oh ja. Even als laatste, we hadden het net over BBB. Ik heb jou nog niet helemaal aangegeven waar het voor staat. Heel veel mensen denken dat het voor buik, billen, benen is. Ja. Verder is het bij ons, staat het voor inner beauty, body workouts en lifestyle balance. Dus dat maakt dat je eigenlijk alle pijlers die we net ook in voeding, leefstijl en beweging hebben benoemd, op deze manier samenvat in ons welvang. En dan gaan we daar een lekker cabine in. Ja, is goed. Oké, dit duurt het op zijn eigen manier. Oeh! Ja. Kijk even omhoog, want hij is hoog genoeg. Zijn heel veel mensen die net gaan te bukken. Krijg je dit effect. Mag je op je rug komen liggen en je hoofd eruit? Ja. En dan ga ik weer jouw steekje om doen. Volgende keer mag je hetzelfde, maar voor nu doe ik het even voor je. Voor, hoofd omhoog. Niet schrikken. Er zit elastiek in. Dus je gaat de mogelijkheid gewoon krijgen om naar binnen te kijken. Dus je ligt niet helemaal soort van vast, wat sommige mensen denken. Maar dat is absoluut niet het geval. Ja, dit is het verhaal. Ga maar eens voelen. Wat er dus gebeurt, is dat je je eigen lijf niet ziet. Ja, dat is het. En daarmee is het letterlijk en figuurlijk veel meer voelen. En dat is eigenlijk een hele goede zaak. Want wij zijn heel erg gewend om altijd naar ons lijf te kijken. Maar vergeet er soms hoe het voelt. Dat is echt heel bizar. Ja, is het ook. Maar het heeft heel veel effect, dus dat is super fijn. Oké, je mag rustig aan de fietsbeweging gaan doen. Dat doen we een beetje om op te warmen. Wat je in de cabine, wat belangrijk is, dat je je voeten blijft flexen. Pak je meteen een stukje spanning aan de achterkant van je benen mee. Oh, ik voel dit nu al in mijn benen, ja. Ja, ik weet het. Dat gaat heel snel. Ik heb net die BBB workout gedaan en ik ben helemaal warm, maar voldaan. Ik vond het echt heel erg leuk. Het is heel, ja, het is totaal anders dan Bikram yoga. Vooral ook omdat je hoofd zeg maar niet zo warm wordt. Dat scheelt al heel veel. En het is heel gek dat je jezelf niet kan zien als het ware. Het is heel erg op de tast. Maar ja, het is wel echt heel erg lekker. Ik voel me echt, nou, ik wil het bijna zeggen als herboren, maar ik voel me echt lekker fit nu.
Dus dit was zeker een aanrader. Ik heb dus net 20 minuten mogen ervaren wat normaal mensen 30 minuten ervaren. Klopt. Ik vond het ontzettend interessant. Fijn. En heel erg fijn. Ja. Ja. En je vertelde me dat er ook een actie was, toch? Ja, klopt. Ja. Ik heb in de zomer, die gaat starten in de maand september, sowieso 50 euro korting bij inschrijving. En ik heb nu voor mensen die dus lid worden en eventueel een vriendin meenemen, of bestaande leden en een vriendin meenemen, krijg je 50 euro korting op je inschrijving. Mm-hmm. En degene die al lid is, krijgt op dat moment 50 euro korting op de komende maand. Dus toch wel weer interessant. Ja, dat is een speciale zomeractie waar wij wel vaker mee werken. En dus iedereen is welkom. En wat ook even leuk is voor jullie om te weten, ik ga nu een soort progress in. En hoe dat gaat, daarin hou ik jullie de komende 3 maanden op de hoogte. Maar abonneer je vooral op mijn kanaal als je daarover meer wil weten. Superleuk. En voor nu gaan wil ik... Gaan er moois van maken. Ja, precies. Voor nu wil ik deze video afsluiten. Ik hoop dat je hem tof vond. Vergeet zeker niet even een like te geven. Dank en vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. En dan hoop je snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!